cheesecake met appelkaneelconfituur. Wat hebben we hiervoor nodig? Magere verse biokaas, een potje appelkaneelconfituur, paranoten, dadels, speculaas, potje room, gedroogde veenbessen en 3 zakjes agar-agar. We gaan beginnen met onze paranoten. Ik gebruik er ongeveer 80 gram van, snij ze in kleine stukjes en doe ze nadien in de keukenrobot. Dan een handjevol gedroogde veenbessen, ongeveer 40 gram, en dadels. 150 gram ontpitte dadels. Zowel de noten, de dadels als de veenbessen doen we samen in de keukenrobot en mixen we fijn tot je een crumble krijgt. Dit doen we in een grote kom en dan is het tijd voor de speculaas. Ongeveer 60 gram speculaas, net hetzelfde, in de keukenrobot fijn mixen en dat voegen we toe aan onze kom met noten en gedroogd fruit. Druk alles aan met een lepel en we bewaren het even in de koelkast. En dan onze confituur. 2/3 van de pot confituur ga ik glad mixen met een mixer. Dat doen we in een grote kom en daar voeg ik 750 gram magere verse biokaas aan toe. Dan doe ik de rest van de confituur erbij, zodat je nog een paar kleine stukjes erin hebt zitten. Dan ga ik de room verwarmen, om onze agar-agar in te laten smelten. 20 centiliter room, van 20% vetgehalte en 3 zakjes agar-agar. Dat warmen we op, dat de agar-agar kan smelten, en voegen we toe aan onze kaas-confituurmengeling. We halen de bodem uit de koelkast en gieten onze kaasmengeling in de springvorm. Klop even gelijk en laat hem dan opstijven in de koelkast. Na een uurtje of 5 is de taart stevig en kunnen we hem uit de springvorm halen. Voilà, de springvorm kan open, haal de ring voorzichtig van de taart en dat is het, hè? Perfect. We snijden hem in gelijke delen en dan kunnen we aan tafel. Een stukje taart op het bord, we werken dan nog af met een klein beetje noten. En dan zijn we klaar. Cheesecake met appelkaneelconfituur. Smakelijk. Het receptje kan je altijd nalezen op deleuze.be.